Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Metro Simulator. Beta 3.13 is uit en daar zit de route in van het allereerste metro van Rotterdam. De route Centraal Station naar Zuidplein. Dit was de allereerste route. Ik zal hem even uitzoomen. Ik zal even eruit stappen. Ga gewoon eruit. Kijk, echt de klassieke versie. Zoals het vroeger was, met nog de oude bebording en die blauwe muur die je vroeger altijd had. Centraal Station. En dit was dus de allereerste metrolijn van Centraal Station naar Zuidplein. We gaan snel instappen. We gaan de metro starten. En dan gaan we zo denk ik maar wegrijden. Ik gooi alvast even de deur open. Nee, ik heb nog geen signaal, dus ik kan nog niet rijden helaas. Ik moet nog even wachten tot het signaal er is. En wanneer gaat dat komen? Het kan elk ogenblik kan het signaal komen en dan kunnen we gaan starten. Een metro waar ik mee rijd is dus metro type M, de allereerste metro van Rotterdam. Dadelijk ga ik hem bezoeken. Maar jullie kunnen nu alvast kijken naar de metro simulator. Nou, ik kan volgens mij niet. Oh, ik kan wel rijden. Dan gaan we maar rijden dan met die app. Zou ik zeggen. Hoppa. Want er staat volgens mij alle metro's stel te wachten daar. Ja, zie je wel, hij staat al te wachten. Volgens mij ben ik iets te enthousiast geweest. Nou, dat gaat nog net. Ik moet voortaan even ervoor zorgen dat ik netjes bij het begin van de halte instap. Hier is dus de uitgang. En dit is metrostation Stadhuis, jongens. Waar houdt de deur weer? Metrostation Beurs. Beneden. Dit is dus tegenwoordig waar je dus over kan stappen op de A, B en C lijn. Dat was het toen nog niet. En dit is ook heel erg karakteristiek, want dat was vroeger ook altijd die rood met witte muur. Dat vond ik altijd zo apart, vond ik dat altijd. Dat hebben ze zelfs echt nagebouwd. Echt bizar. We gaan snel de deuren sluiten en we gaan op naar metrostation Leuvenhaven, dat is de volgende halte.
heel erg, doe ook wel heel erg ouderwets aan. Tegenwoordig kan ik me niet meer echt herinneren dat de muren zo bol zijn. Aan de bovenkant is het gewoon een vierkant stuk. Maar het kan zijn dat het zo vroeger was. Daar komt de metro alweer van de andere kant. Even kijken. Ja. Is de Rijnhaven alweer. Het gaat hard. We gaan nu bovengronds. We zijn nu op Zuid. Zijn we nu Rotterdam-Zuid. En we gaan nu richting de Maashaven.
Deze gaan we even draaien om niet instoppen. En dan komen we bij Zuidplein aan. En daar moeten we keren. Centraal station van maken, zo. Stappen we even uit. Ja, centraal station geeft hij aan. Netjes. En dan gaan we naar het keerspoor. Houd het spoor dus op. Oh, dan doe ik het verkeerd. En dan moet ik Shift F4 doen. Zo. En dan gaan we uitstappen. En dan gaan we hier weer instappen. Nou, hier waar het einde is. Dat was te vroeger dus ook. En later is deze dus doorgetrokken naar Slinge. Slinge bestond toen nog niet. Was toen in aanbouw. Voor mij zijn ze vlak na de opening zijn ze begonnen voor de verlenging naar de Slinge. Eén halte erbij. We gaan hem even starten. We gaan de richting film even op het centraal station zetten. De deuren sluiten. En dan gaan we weer terug, jongens.
Zo. Gaan we terug naar Centraal Station. Gaan we zo weer naar de Leuvenhaven. Dan gaan we weer ondergronds. Verderop is de tunnelingang alweer.
Hoppa! Dat is de Leuvenhaven, jongens. De beurs. Zuidplein zetten. Zo. Zuidplein. Yep. Even instappen. Zo. En dan gaan we weer naar de Eindhalte. Dan zijn we weer terug op het Centraal Station. En dan gaan we eruit. Hoppa. Licht uit. Zo. En dan zijn we weer terug op Centraal Station. Nou, dit was de 1968 route van de RIT. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video, livestream of een andere leuke video online is.
En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes. En hou het kanaal vandaag in de gaten. Want vandaag ga ik de 5024, de Museummetro, ga ik bezoeken. De groetjes allemaal. En tot de volgende video. Bye bye.